Hallo jongens, en vandaag krijg je te zien hoe het eigenlijk in het echt te werk gaat als de politie avond of middag of iets aan het eten is en ze krijgen opeens een melding hoe ze dat dan doen. Oh, wacht. Ik krijg een melding. Pak sleutels. Snel rennen, rennen. Let even niet op dat stukje. Snel rennen. Doe deur open. Deur dicht. En dan, ja, ga je dit gedeelte af. En bijvoorbeeld, hier is een man met vuurwapen. Dan doen ze dit. Politie, handen laten zien of ik schiet. Vuurwapen laten vallen, staan vuurwapens op je gericht. Waarschuwing schot gelost, over. Jij laat nu je handen zien. Nu! Oké, verdachte vlucht naar binnen. Over. Moment. Dit zien jullie even niet. Handen laten zien. Laat het vuurwapen vallen. Nu. Op je knieën. Op je knieën. We dachten, zit op zijn knieën, gaan we boeien. Collega's, als jullie vuurlijn kunnen houden. Nou, sterretje boeit. Neem mee naar buiten. Zet in auto, doet gordel om. Heb je dat heel erg gedaan? Collega, kunt u hier even gaan zitten om bij hem te blijven? Ja hoor. Om dat in de bus wel. Zo. Pakken we even hun terrein ook. Oh, wacht, verdachte. Collega komt u uitstappen. Ja, pak persoon. En dan, ja, loop je naar de gevangenis, maar volgens mij zitten die hier niet. Nee. Nou, dan doen we alsof dit de gevangenis is. Sterretje zet persoon vast. Heeft zelfstraf. Jongens, dit was de video voor vandaag. Korte video, maar hoop dat jullie iets hebben van kunnen leren. Nou, deze game is net een dag uit. Hopelijk gaan jullie het spelen. Ik zal een link in de beschrijving zetten. Maar, nou, dit was de video en doei!